Maar niet iedereen heeft een Renske, helaas. Hey, vlog nummer 3 komt er alweer aan. En deze keer op verzoek een vlog over editing tools. Dus als je een leuke video wil gaan maken, hoe ga je die dan achteraf bewerken zodat het echt een nog mooiere video gaat worden? Nou, steeds meer docenten die zijn bezig met het maken van instructievideo's, kennisclips, complete lessen, nakijkmodellen, nou van alles om die studenten nog meer van dienst te kunnen zijn. Maar ja, het lastigste blijft altijd hoe besteed je je tijd en energie aan het maken van ja, de complete video. Net zoals het schrijven van lesmateriaal, het schrijven gaat oké, maar er dan uiteindelijk nog iets van maken wat er mooi uitziet, dat blijft echt altijd heel erg moeilijk. Nou, als je collega's gaat vragen van welke software kun je gebruiken voor editing, dan zal 75% ongeveer antwoorden Adobe Premiere Pro. Nou, dat is inderdaad ook het mooiste programma wat je maar kunt bedenken van video editing. Maar het lastige van Adobe is, het kan zoveel. Het kan echt superveel, waardoor je regelmatig verdwaalt in de mogelijkheden van dat programma. En uiteindelijk toch maar opgeeft. Tenminste, ik. Nou, gelukkig heb ik Renske. Die rent nu heel hard weg. Kijk, hallo. En Renske die doet dat voor mij. Die maakt alle vlogs, al het beeldmateriaal voor het Practoraat Media Wijsheid. Daar maakt ze echt de mooiste video's van. En ja, die gebruikt inderdaad Adobe Premiere Pro. Maar niet iedereen heeft een Renske, helaas. Ik lekker wel. En daarom hebben we een aantal tips, een aantal programmaatjes voor verschillende besturingssystemen uitgezocht. En die tips gaan jullie allemaal krijgen. We gaan ergens naartoe lopen. Ja? Hey, voor Mac en iPhone heb ik een app uitgeprobeerd, iMovie. Nou, ik werd er zo blij van, ik zou bijna overstappen naar Mac. Maar iMovie is super chill. Je kunt er heel makkelijk van, vanuit templates werken. Je kunt achtergronden invoegen. Er staat al super veel klaar in dat programma. Wat het heel erg makkelijk en intuïtief maakt om te gebruiken. En ik zou dat sowieso uitproberen. Simpel, je kunt er heel veel mee. Het is mooi. En ja, de kwaliteit van het programma is super. Nou, op dit moment zijn de meeste gebruikers van een PC nog steeds de Windows gebruikers. Ja, en Windows loopt ietsjes achter in vergelijking met Mac op het gebied van video editing. Maar heeft ook een aantal handige tools die je kunt gaan gebruiken. Nou, de meest bekende is Windows Movie Maker. En tot voor kort was dat het programma van Windows om video in te bewerken. Helaas, of eigenlijk best wel goed, is die niet meer beschikbaar, wordt die niet meer ondersteund door Windows. Dus heb je hem nog op je PC staan, dan kun je hem prima gebruiken. Maar heb je een vrij nieuwe Windows 10 computer, dan wordt het tijd om over te stappen. En dan is de nieuwe app Foto's, waar je de videobewerking in kunt doen. Het is ook weer een heel intuïtief programma. Het nadeel is, het is vrij beperkt qua bestandsformaten. En de verwachting is dat het nog wel gaat groeien. Maar er zijn ook nog andere, zoals bijvoorbeeld Screencast-O-Matic. Eigenlijk bedoeld om videobeelden of je schermopname te bewerken en te maken. Maar er zit ook een handige editing tool bij die je er ook voor kunt gebruiken. En als je een GoPro gebruiker bent, dan heb je de software van GoPro zelf. Ook gewoon los te downloaden die je kunt gebruiken om de video's te editen. Ook weer een intuïtief programma. Iets minder makkelijk door de grotere hoeveelheid opties die erop zitten. Maar ook weer erg prettig.
gezet, sorry, ik was even een berichtje aan het versturen. De meeste filmpjes die worden gemaakt met de mobiele telefoon. Hoe makkelijk is het als je wat aan het doen bent om dat eventjes te filmen? Gelukkig heeft de mobiele telefoon, maakt niet uit welk, of je nou een Android hebt of een iPhone, of zelfs de mensen die een Windows Phone hebben, ze bestaan nog, kun je ook je filmpjes bewerken. En dat gaat makkelijker dan je denkt. Bijvoorbeeld in WhatsApp heb je al de mogelijkheid om filmpjes te knippen en stukjes uit filmpjes te halen. En soms kun je ook nog zelfs filmpjes bij elkaar voegen. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Het nadeel is dan wel weer dat je het moet versturen. Maar ja, als je het dan meteen verstuurt naar de persoon die het nodig heeft, dan heb je dat gedoe ook alweer gehad. Maar er zijn ook nog andere apps. Voor Android heb je bijvoorbeeld ook YouCut. Is een gratis app. De kans bestaat dus dat je er reclame in krijgt. Op dit moment kreeg je reclame in de eindbewerking van het filmpje. Dat is natuurlijk weer erg jammer van het werk wat je erin steekt. Betaalde versie, dan koop je eigenlijk de reclames af. Er zijn onwijs veel apps voor videobewerking, maar pas ook weer goed uit. Pas goed op, bedoel ik, met die apps. Want ze vragen toegang tot je foto's, tot je video's. En voor je het weet heb je toestemming gegeven dat zij ook jouw foto's en video's mogen gaan gebruiken. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Nou, dat was het laatste. Ik wens je heel veel succes. Mocht je nou nog tips hebben, ideeën of iets missen, op de website MBO Media Wijs staan wat editools met uitleg over bijvoorbeeld Screencast-O-Matic. En er komen er steeds meer bij. Dus neem daar een kijkje. En we zullen hieronder in de comments ook de linkjes naar de video's zetten die je kunt gebruiken. Heel veel succes en ik ben benieuwd naar de video's. Doei!